Hi everyone, welkom bij de Engelse filmpjes van DigiStudies. Nou, de examenperiode komt eraan en het lezen van Engelse teksten wordt dus steeds belangrijker. Daarom gaan we vandaag starten met een stappenplan leesvaardigheid Engels. Dit stappenplan helpt jullie hopelijk om Engelse examenteksten beter te begrijpen en te maken uiteindelijk. Nou, wat is nou het stappenplan? En dit is eigenlijk het basisstappenplan wat ik straks wat meer ga uitbreiden. Nou, stap 1 is oriënteren. Ik ga jullie zo wat meer uitleggen wat nou oriënteren eigenlijk inhoudt. Stap 2 is heel simpel, maar eigenlijk best wel lastig. Lees de vraag en de antwoorden. Stap 3, lees de tekst. En stap 4, beantwoord de vraag. Dan beginnen we met stap 1, oriënteren. Wat doe je nou eigenlijk met oriënteren? Allereerst kijk je naar de lengte van de tekst. Dit is belangrijk om straks je leesstrategie te bepalen. Het is ook handig om in te schatten hoeveel tijd je nodig hebt voor de tekst. Als het een lange tekst is, dan weet je van tevoren al dat je er meer tijd kwijt aan bent als dat het een korte tekst is. Daarnaast is het belangrijk, zoals ik zei, om je leesstrategie in te schatten. Moet je de tekst helemaal lezen of hoef je alleen de eerste alinea te lezen voor de eerste vraag? Daarna kijk je naar de titel. Vaak wordt er een vraag gesteld over de titel. Niet zozeer misschien wat betekent de titel, maar hoe geeft de titel de tekst weer. Dus het is belangrijk om te begrijpen wat de titel nou betekent. Daarnaast geeft de titel al informatie over de tekst. Alleen al door het lezen van de titel weet je al een beetje waar de tekst over gaat. Het is dus handig om bijvoorbeeld bij het lezen van de titel een woordenboek te gebruiken voor de woorden die je niet begrijpt. Afbeeldingen. Afbeeldingen kunnen enorm helpen bij tekstbegrip. Zeker als je het lastig vindt, als er wat lastige woorden in zitten en je hebt een afbeelding erbij, kun je vaak al in één keer begrijpen of snappen waar de tekst een beetje over gaat. Als laatste kijk je naar de auteur en of de bron. Nou, soms is er een vraag over wat de auteur zegt. De auteur en of bron helpt bij het inschatten van een genre. Een genre bedoel ik mee of het nou een krantenartikel is, of dat het een blog is, iets op het internet, of dat het over een boek gaat. En dit helpt enorm bij het beantwoorden van de vragen. Nou, dan gaan we het oriënteren even toepassen met stap 1. Ik heb hier een tekst genomen uit de HAVO-examen tijdvak 1 2014. Ik hoop dat jullie hem hier goed kunnen lezen op het filmpje. Mocht je dat lastig vinden, kun je de tekst ook nog opzoeken op www.alleexamens.nl. De lengte van de tekst. Wat voor tekst is dit? Of is dit een lange of een korte tekst? Misschien hadden jullie het al gezien. Het is een redelijk korte tekst. Er zijn maar 3 korte alinea's. Het neemt misschien de helft van een A4'tje in beslag. Nou, wat is de titel van deze tekst? Nou, de titel is Monroe Sculpture Skirts Controversy. Nou, ik weet wat de titel betekent. Namelijk Monroe, en dan gaat het over Marilyn Monroe, dat was een filmster vroeger. Sculpture betekent beeld. En skirts heeft te maken met rokken, maar skirt kan ook betekenen dat het ergens tegenaan zit, een beetje benaderd. Controversy, dus iets controversieels. En dat heeft weer iets met tegenstrijdigheden te maken, dus het roept tegenstrijdigheid op. Ik kan me voorstellen dat deze titel moeilijk te begrijpen is voor iedereen. Daarom zou ik je adviseren om een woordenboek bij de hand te gebruiken om deze woorden eventueel op te zoeken. Want zoals ik al zei, bij het stappenplan oriënteren hiervoor is het heel erg belangrijk om te weten wat de titel betekent. Gaan we door naar de afbeeldingen. De afbeeldingen zouden ons kunnen helpen met te begrijpen waar de tekst over gaat. Nou, op deze afbeelding zie je een beeld met vrouw met wapperende rok. Als je misschien weet wie Marilyn Monroe is, of je hebt er ooit een foto van gezien, dan kun je je al een beetje oriënteren op dat de tekst over Marilyn Monroe gaat. Nou, mocht je dit nou niet weten, dan is het niet erg. Een afbeelding is een extra hulpmiddel, maar als je niet ziet of niet begrijpt wat er op de afbeelding staat, betekent het niet dat je de tekst niet snapt. Nou, auteur en bron. Nou, de auteur is Kitty Bean Yancey. Het is geen beroemde auteur, we weten niet precies wie ze is. Het kan zijn dat er straks een vraag over is. Hè? Wat zegt Yancey over dit of dit of dit? Nou, de bron van dit stuk is USA Today. En USA Today is een Amerikaanse krant. Als je dat weet, weet je dat dit stuk een krantenartikel is. Nogmaals, dit is een hulpmiddel. Het oriënteren op de tekst. Mocht je niet weten dat USA Today een krant is, is dat niet heel erg.
betekent dat je nog steeds de vragen gewoon kunt maken van deze tekst. Stap 2. Lees de vragen en antwoorden. Nou, voor Engelse examenteksten heb je vaak een verschillend aantal vraagsoorten. Je hebt de multiple choice, een invulvraag, een open vraag, citeren en een true or false vraag. Dan ga ik nu in op de verschillende vraagsoorten en de leesstrategieën die hierbij horen. Nou, als eerste de multiple choice vraag, de meerkeuzevraag. Bij de multiple choice vraag begin je met de vraag te lezen, zoals we net al zeiden, en probeer deze te begrijpen. Het is belangrijk om de vraag te begrijpen, want als je de vraag niet begrijpt, is het heel lastig om het goede antwoord te vinden. Het is dus handig om hier een woordenboek bij te gebruiken. Lees de antwoorden en probeer deze te begrijpen. Een multiple choice vraag heeft altijd 3, 4 en soms 5 antwoorden. Het klinkt misschien heel logisch dat je de antwoorden moet begrijpen om het goede antwoord te geven. Maar het is erg belangrijk dat je elke optie, elke zin goed begrijpt. Anders kun je nooit het goede antwoord kiezen. Stap 3. Lees de tekst of alinea. Nadat ik deze vraagsoort heb behandeld, ga ik nog een keer goed in op hoe je nou het beste een tekst of alinea kunt lezen. Dan wil ik nog even een notitie toevoegen. Stap 2 en 3 mogen worden omgedraaid. Ik zelf vind het altijd handig om eerst de antwoorden te lezen en dan de tekst te lezen. Maar sommige docenten geven nog wel eens het advies om eerst de tekst te lezen, je eigen antwoord te formuleren en dan pas te kijken of je eigen antwoord matcht met een van de opties. Dit is je eigen keuze. Iedereen heeft zijn eigen manier. Stap 4. Kies een antwoord. Als je het antwoord nou niet gelijk weet, dan kun je wat trucjes gebruiken. Je kunt het trucje wegstrepen gebruiken. Wat is het nou echt niet? Wat weet je zeker dat nou niet in de tekst heeft gestaan? Soms lukt het om 3 verkeerde antwoorden bijvoorbeeld weg te strepen en dat je er eentje overhoudt, wat dan vaak het goede antwoord is. Als je dan na het wegstrepen nog steeds met bijvoorbeeld 2 antwoorden zit, is het handig om de tekst nog een keer te lezen. Of het stuk tekst wat je moet lezen, nog een keer te lezen. En dan te kiezen tussen die 2 antwoorden. Om het een beetje in de praktijk te brengen, dit is een voorbeeld van de multiple choice vraag van de tekst die je eerder had gezien bij het oriënteren. Met A, B, C, D, 4 opties. We hebben het tweede vraagsoort, een invulvraag. Nou, wat is stap 1 bij de invulvraag? Lees de vraag en de antwoorden en de opties weer. Bij een invulvraag heb je namelijk weer meerdere opties die je moet invullen in de tekst. Zorg ervoor dat je de betekenis en de relatie die ze aangeven goed snapt. Wat ik hierop doel zijn signaalwoorden. Vraag bij een invulvraag krijg je een rijtje met signaalwoorden die je in moet vullen. Vind je signaalwoorden lastig? Check dan nog even mijn vorige filmpje over signaalwoorden voordat je een invulvraag gaat proberen. Mocht je deze signaalwoorden dan nog niet weten als je dit rijtje leest, gebruik dan eventueel een woordenboek. Nou, dan heb ik hier een voorbeeld van een invuloptie, because. Nou, because betekent omdat en omdat geeft een reden aan. Stap 2. Lees de tekst of alinea. Bedenk voor jezelf alvast de relatie tussen het tekstgedeelte voor en na de invulzin. Dus niet alleen de voorlezen, maar ook nog het stukje daarna lezen. Dat is allebei even belangrijk. Nou, dan heb ik hier weer een voorbeeld. Als je alinea 1 hebt en alinea 1 legt een begrip uit. De invulzin staat aan het begin van alinea 2. Alinea 2 geeft een voorbeeld van het begrip. Dan is de relatie tussen alinea 1 en 2 begrip voorbeeld. Stap 3. Kies nu het passende signaalwoord. Het is niet altijd een signaalwoord, daarom heb ik hier signaal tussen haakjes gezet. Lukt dit nou nog niet? Net als bij de multiple choice vraag, streep dan de signaalwoorden weg die zeker weten niet passen. Hou je nou nog woorden over? Laat deze vraag even liggen tot het einde van de tekst. Als je eenmaal de hele tekst hebt gelezen en begrepen, gaat het beantwoorden van deze vraag soms makkelijker. Een voorbeeld van een invulvraag is deze in 18, waar je 3 opties krijgt en hier toevallig 3 signaalwoorden die je moet invullen in een lege plek in paragraaf 2. Oké, komen we bij vraagsoort 3, een open vraag.
Stap 1. Kijk goed in welke taal je de open vraag moet beantwoorden. Klinkt misschien als een hele simpele stap, maar wel heel belangrijk. Vaak is de taal waarin de vraag wordt gesteld ook de taal waarin je moet beantwoorden. Stap 2. Lees de vraag nauwkeurig en bedenk goed wat er van je gevraagd wordt. Let goed op de 5 W's plus H. Hiermee bedoel ik de wat, waarom, wanneer, wie en waar en de H hoe. He, dus vragen ze om een persoon, vragen ze om een plaats, vragen ze om hoe iets gebeurt. Dat is heel belangrijk om te weten, om de vraag goed te beantwoorden. En ook let op niet. Vaak zetten ze dit nog in hoofdletters of onderstrepen ze dit in een vraag zelf. Maar er zijn zoveel leerlingen die over de niet heen lezen. En dat is natuurlijk zonde, want dan heb je de vraag verkeerd begrepen en dan geef je vaak ook het verkeerde antwoord. Met niet bedoel ik als er bijvoorbeeld in de vraag staat, geef aan waarom de auteur dit niet vindt. Hieronder zie je een voorbeeld van zo'n soort vraag. Stap 3. Lees de tekst of alinea. Zoals ik al eerder zei in het filmpje, dat gaan we aan het eind van het filmpje gaan we nog even goed kijken naar hoe je nou een tekst of alinea het beste leest. En stap 4. Beantwoord de vraag. Kijk nog goed even in welke taal je de vraag moet beantwoorden. Dan heb ik hier een voorbeeld van een open vraag. Deze komt weer uit hetzelfde examen dat ik aan het begin van dit filmpje noemde. Vraagsoort 4, citeren. Bij deze vraagsoort lees je eerst de vraag nauwkeurig en bedenk je weer goed wat er van je gevraagd wordt. Kun je weer het beste letten op de 5 W's en H. En let weer op de niet. Stap 2 is lees de tekst op alinea nauwkeurig. En stap 3, citeer het gedeelte van de tekst waarin het antwoord wordt genoemd. Nou, wat is nou citeren? Vaak wordt in de vraag al aangegeven hoe je dit moet doen. Zo niet, schrijf dan de eerste en de laatste twee woorden van het tekstgedeelte op tussen aanhalingstekens. Schrijf daarnaast tussen haakjes de alinea of het regelnummer waar je deze zin vandaan hebt. Nou, hier is een voorbeeld van zo'n vraag. In dit voorbeeld wordt al aangegeven hoe je het moet citeren. Citeer de eerste twee woorden van de zin die deze informatie bevat. Gaan we verder naar de laatste vraagsoort en dit is true or false, juist of onjuist. Sommige examenteksten zetten de vraag in het Engels, dus dan is het true or false, en sommige in het Nederlands, dus dan is het juist of onjuist. Nou, stap 1, lees bij de vraag goed wat je moet doen weer. Dit klinkt misschien logisch, maar is heel belangrijk om de vraag te begrijpen of goed te begrijpen wat je nou eigenlijk moet doen om het goede antwoord te geven. Let wel op de taal, zoals ik net al aangaf. En het formuleren. Soms vragen ze in een vraag of ze wel of niet waar zijn en soms of ze juist of onjuist zijn. Stap 2. Lees de antwoorden door. Bedenk alvast de Engelse termen voor de Nederlandse in de vraag, want het helpt je als je straks de tekst leest. Dan kom je misschien de termen tegen en dan denk je, oh ja, dat hoorde bij een van die opties. Stap 4. Beantwoord de vragen die je al weet. Stap 5. Ga terug naar de tekst voor de antwoorden die je nog niet weet. Dan is hier een voorbeeld van een true or false vraag, of een juist of onjuist. En hier is hij in het Nederlands en moet je aangeven of de volgende stellingen juist of onjuist zijn. Stap 3. Lees de tekst. We hebben nu net alle vraagsoorten behandeld. Dan gaan we nu even behandelen hoe je nou het beste een tekst kunt lezen. Stap 1. En dan begin ik met een korte tekst weer. Net als we bij het oriënteren hebben gedaan, maak ik weer een onderscheid tussen een korte en een lange tekst. Lees de tekst. Bij een korte tekst moet je de hele tekst lezen om de vraag te beantwoorden. Markeer signaalwoorden. Zoals ik al eerder zei in het filmpje, heb je moeite met signaalwoorden? Check dan even mijn vorige filmpje over signaalwoorden. Substap 2. Markeer begrippen of synoniemen of namen uit de vraag. Als je dan de tekst aan het lezen bent, dan word je weer herinnerd aan de antwoorden of de opties die je bij de vragen had. En is het makkelijker om de vragen daarna te beantwoorden. Heb je nou een lange tekst, dan is het belangrijk om te kijken in de vraag waar de vraag over gaat. Vaak gaan die vragen over één alinea. Lees dus de alinea of het tekstgedeelte die bij de vraag hoort. En niet de hele tekst, want dat kost veel te veel tijd. Nou, net als bij de korte tekst mag je weer de signaalwoorden markeren. Deze geven trouwens goed de tekstverbanden weer. En dit helpt vaak bij zo'n invulvraag. Markeer weer begrippen
en of synoniemen of namen uit de vraag. Stap 2. Heb je de tekst een beetje kunnen begrijpen? Je had de vragen, had je al begrepen? Ga dan nu terug naar de vraag en beantwoord deze. Dit was een heel uitgebreid stappenplan van hoe je nou een tekst moet lezen en een vraag moet beantwoorden. Hier zie je nog een keer een korte samenvatting van dit stappenplan. Wat je nou eigenlijk ziet is dat er 4 hoofdstappen zijn en onder die 4 hoofdstappen vallen een heleboel substappen. Maak er een screenshot van, schrijf hem over. Doe wat je moet om het te onthouden, want dit is heel belangrijk, aangezien dit gewoon de basis is van het tekst verklaren van een Engelse tekst. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van dit stappenplan tekst verklaren. Thanks for watching. Vond je deze video nuttig? Geef even een duimpje omhoog, thumbs up. Heb je nog tips voor verbetering of ideeën voor een volgend filmpje? Laat even een reactie achter. In het volgende filmpje zal ik deze stappen wat meer in de praktijk brengen, zodat je wat meer een idee hebt hoe je deze stappen kunt toepassen. Cheers!